Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Garde van Gert. Vandaag kook ik met de man voor wie de klassieke keuken, maar ook de moderne keuken, geen geheimen heeft. Jan Buitaert. Jan, welkom. Goh, ik ben altijd zo benieuwd wat we gaan maken. Wij gaan van die hele kleine vogeltjes klaarmaken. Ergens heeft me iemand ingefluisterd. Zoveel geduld heb ik niet. Nee, iemand heeft mij ingefluisterd ook dat jij dat heel lekker vond. Ja. Kwarteltjes. Oh, kijk maar eens. Het probleem is dat heel veel mensen met kwartels hebben, is dat ze veel frul vinden. Ja. Ik vind dat persoonlijk niet, want ik vind dat leuk. Ik prul graag, maar er zijn mensen die vinden dat een heel gedoe en hop. Maar dus, hoe je dat straks gaat moeten doen, dat gaan we laten zien, want we gaan die uitbenen. Maar eerst gaan we zo... Nee. Dat is zo simpel, hè. Ja, maar ja, voor jullie is alles simpel, hè. Maar goed. Maar we gaan eerst een beetje patatjes opzetten voor de stomp. Want we gaan er wat stomp bij geven. Ik zal patatjes dus als we kennen. Alle twee bij patatjes ja, gaan... geen probleem. Hè? Hopla. Ik weet dat jij dat met zo'n geweldig ingewikkelde apparaat doet. Ja, ik kan het ook met een gewoon patatschellertje. Maar... Dus, nee, we gaan er een klassieke stoom bij geven. Dus zeggen, dan moeten we zorgen dat onze aardappeltjes op tijd koken. Hè. Nog even het verschil tussen een stomp en een puree. Dus niet, een stomp is feitelijk een typisch Vlaams woord. Hè. En dat komt... Dat is ook puree. En wat is het verschil allemaal, stomp en pommousseline? Waarom komt dat woord stomp? Omdat we deze gebruiken. Hè? We stompen echt. Hè? Maar het is niet zo dat er... puree is niet fijner? Een puree en een pommousseline zeker worden verondersteld van fijner te zijn. En een stomp is meestal iets waar dat ook nog van alles anders in zit. Hè? Dus je zet je stomp op en je doet er... Zelf bij het koken doe je daar nog rapen bij. Een soort hutsepot eigenlijk dan? Ja, maar een hutsepot stoomt er niet. Hè. Een hutsepot laat op zijn geheel de stukken erin. Bij een stoom gaat dat er allemaal door. Maar daarom denk ik dat ook heel belangrijk vind, dat je dat dus niet met een keukenapparaat doet, dus niet met een robot of zo, maar dat je dat met zo'n stoomper doet, zodanig dat je er consistentie in hebt. En dan kun je er onwaarschijnlijk lekker dingen mee maken. De trouwe Jamkijker die weet dat ongetwijfeld, maar je hebt nog een... soort programma gehad, enkel over stomp. Ik wil juist gaan zeggen dat mensen zelf kunnen gaan kijken. Ik heb heel wat stomp gemaakt van Jan, hè. Met van alles en nog. Je bent eigenlijk de stomper. Opperstomper. Opperstomper van Jan. Voilà. Had je dat ooit gedacht, Jan, dat je dat nog zou worden? Nee, maar ik denk niet dat ik hier alleen sta. Als ik zeg, ik heb ook nog wel wat dingen meegemaakt dat ik niet op voorhand had verwacht. Ik ben niet de enige hier aan de keuken, denk ik. Hoe lang is het geleden trouwens dat je sterrenrestaurant vaarwel hebt gezegd? Ik ben acht jaar, een goede acht jaar weg. Mis je dat? Nee. Niet? Nee. Waarom niet? Was het niet leuk? Dat was heel leuk. En juist omdat we op tijd vertrokken zijn, is het altijd leuk gebleven, maar het werd gewoon fysiek te zwaar. Het zijn gewoon lange dagen. Want er is een ander ding, wacht, ondertussen, klappen en braaien. Maar dat is gewoon geen patatten in één krijgen, hè. Het werd fysiek te zwaar. Maar en ik heb feitelijk ervaren daarna dat hetgeen dat ik graag deed, dat blijft. Ik kook graag. Maar het is niet omdat je geen restaurant niet meer hebt dat je niet kunt koken. En ik dacht dat er chefs waren die gewoon zo wat superviseerden en voor wie dat het eigenlijk heel rustig was tijdens een service. Nee, ik heb dat nooit gekund. Kijk, kon dat niet. Dus jij hebt altijd uit volle kracht meegekookt? Ja. En ik dacht, weet je... Dat is een prachtige periode geweest, hè? Ik heb er geen moment spijt van. Alleen was het... Het werd wat vroeg en wat laat op de deur. Ik weet nog dat ik ooit voor uw deur passeerde, de ochtend toen jullie je tweede ster hadden gekregen. Ik vergeet het nooit. Aha. Ik zal zelfs nog... Ik weet nog precies met Johan Wagenen gereden. Oei. Ja, ik weet dat nog. Ik zie je nog de bocht ingaan en toeteren en waaien. Dat heeft me echt iets gedaan. Ja, fantastisch. Ja, ik heb het net gedaan. Gelezen en ik rij voorbij uw restaurant en je komt buiten. Nee, dat is niet zomaar even voorbij gegaan. Ah, ja. Goed. Ben ik gelukkig. En we hadden een heel bewogen leven met Michelin. We hebben 1 ster gehaald, 2 sterren gehaald. Dat stonden we niet bij stil. Maar dan zijn we die tweede terug kwijtgeraakt. En dan ben ik in gesprek, laat ons beleefd zeggen, met Michelin gegaan. En na 2 jaar hadden we die tweede terug. En dan hebben we van mijn feestje gebeld. Ah, maar ja, kijk, ik was wel goed genoeg om dus morgens, toen hij de vuilnisbakken buiten kunnen te feliciteren. Maar van dat feestje heb ik nooit iets gehoord. Oh, daar zullen we dan nog wel eens over doen. Ah, het staat op beeld, hè. Het bijzonderste gebeurt nu, die stoom kookt. Nou eens kijken, ze zeggen, voilà, ik doe er één en dan doen we die samen. Ja, oké. Okay. In wezen steken... Al die beesten hetzelfde in elkaar. Ieder beest op 2 poten. Een kip, een kalkoen, een struisvogel. Dat deed allemaal dezelfde constructie. Evengoed dat een konijn
hetzelfde in elkaar steekt, gelijk een giraf, in grote lijnen. Ja. Er zijn een paar verschillen. Beetje meer nekvlees bij de neer. Ja. Dus wat gaan we eerst doen? Die billetjes eraf halen. Dat is niet meer als hier even in snijden, los. Gewoon even erdoor, dat gaan we mee kwartel. En hier een klein sneken in, dat is een rapper gaar. Want daar gaan we het nu over doen. We willen minder peuzel en we willen zoveel mogelijk krokant. Ja. Dus hoe meer dat je ze uitgebeend hebt, hoe meer vlakken dat je hebt om aan te bakken. En we willen ook dat het sneller gaat. En we willen dat goed vooruit gaan. En we willen de mensen die niet willen peuzelen ook overhalen om kwartel te eten. Dus weer zo'n billetje eraf. Zo. Zee. En dan, dat is een truc, hè. Om die borst te kijken. Je pakt dat zo en je spant die borst op. Niet moeilijk, hè. En je snijdt tegen dat borstbeen. Ja. Aan twee kanten. Zo. Dan mag je ietsje minder. En dan gaat het op nee. Hier. Ja. Hier zit een beentje in een driehoek. Aan zijn poepje eigenlijk. Ja. Of is dat zijn niks? Nee, los de brechet. Kijk, hier zo. En er gaat een naast. Dus je snijdt gewoon op beneden. Je gaat een naast. Zo. De andere kant was al losgemaakt. Dus je gaat het precies hetzelfde doen. Zo. Je trekt die hier. En je trekt die ook los. Zo. Ja. Voilà, dat zit. Meer en met dat karkasje, daar hangt ook nog wel dat een karkasje, daar hangt misschien nog niet aan. Daar kun je ooit een bouillon van trekken. Daar kun je van alles en nog wat mee doen. Ik heb de gewoonte, privé zelf, hè. Ik heb zo'n potjes in mijn diepvries. En zo'n karkasje en een stukje karkas van een kip en zo. En gevogelte. Ik gooi dat allemaal bij elkaar. En dan ooit of laat maak ik er wel eens een gevogelte bouillon van. Zelfs te verhaal met viskoppen en visgraten. Goed vers in een bakje. Maar dus deze, wat je nu dus hebt, dat zijn heel krokante stukjes voor aan te bakken. Wat denk je? Gaan we het erop wagen? Ja, ja. Ik heb al stress. Ja, oké. Okay. Welk mes? Een klein, goed, scherp mesje. Een klein, goed, scherp mesje. Hier. Ja, dat toon ik niet gemakkelijk. Dat kan ik het is al niet de schuld aan geven, nee, eigenlijk, als het niet zou lukken. Dat is de bedoeling, feitelijk. Dus eerst... Zie, zo de billen, hè. Kijk, deze. Hierin snijden. Zo. En dan die een bil opengooien. En hem losmaken. En hem losmaken. En in de plooi doorsnijden. De andere kant hetzelfde. En in de plooi, in dat de is plooi, hier zo in zijn knieën. Voilà. Oh, ik krijg nu wel een beetje kompassen met dat beestje, maar goed. Ja, so far so good, denk ik. Ja, je moet dat dus in het gewrichtje snijden ergens hier. Of? Ja, maar bij zo'n kwartel kunnen we erdoor boren, dat is niet zo. En dan in die plooi even snijden, voilà. Dan zijn die ook veel rapper gaar. Zo. Oh. Zeg, dat is nu misschien een domme vraag, maar is dat een oud beestje of is dat een jong beestje? Nee, dat zijn gekweekte kwartels. Hè. Maar er zijn in Europa nog altijd wilde kwartels. Hè. Ja, maar dat zijn klein beestjes, maar dat wil niet zeggen dat ze jong zijn. Hè. Dat is, nee, een kwartel wordt niet groter. Hè. Ah, okay, maar dat zijn gekweekte, dus die zijn sowieso niet uit. Je ziet, hè, dat opspannen ja? En dan tegen dat borstbeen snijden. Zo. En dan gaat hij naar beneden, tot tegen dat driehoekig beentje. Ik kan er niet aan doen dat ik in het Frans mijn stil heb geleerd. Dat is los du brechet. Of je er niet meer mee zit, dat weet ik niet. Nee, niks. En dan gaat het aan de andere kant al dat er ook uit. Zeg het maar, doe het nu in kip, dat steekt precies hetzelfde in elkaar. Hè. Een kalkoen en een fazant, dat steekt allemaal zo in elkaar. Ten andere, kwartel is een van de familie van de kalkoen, van de fazanten. Zo. Nee. Ja. Dat gaat toch. Vind je dat zo lastig? Ja, bij mij hangt er zowel. Ik heb zo het gevoel dat er van alles. Huh? Schoon is dat niet, hè, Jan, bij mij? Ja. En nu die andere kant? Alle begin is moeilijk. Ja. Zeg maar, we krijgen natuurlijk als resultaten. Ten eerste, degene die niet graag peuzelen, die klagen niet meer. En ten tweede, je hebt er veel meer. En dan zit je maar één gebakken kant. Nu kun je dat even omdraaien en je hebt twee schoon krokant gebakken kantjes. Ja, dat is bijvoorbeeld. Hier zit dat is miseren, hè, Jan. Nee? Gewoon doorduwen, doorsnijden, door dat been. Voilà. Ik heb iets meer nog vlees dan jij, maar wow, voor de eerste keer. Dat dacht ik ook. Voor uw diepvries. Ja, voilà, inderdaad. En nu mes kunnen we weggooien, denk ik. Dat water mag op. Dat mes weggooien, dat zal niet staan. Nee, okay. Ik weet niet of je er ooit nog iets mee kunt snijden, maar goed. We gaan even eerst zeggen wat we gaan doen. Hè. Ja, wat gaan we doen? Sessa, die kwartels zijn uitgebeend, die stomp, die draait. We gaan
kwarteltjes maken met dopeertjes. Maar die dopeertjes op een heel klassieke Franse manier maken. De klassieke Franse keuken, Saint-Mandé. Dat is een preparatie. Dat zijn kleine spekjes, zilveruitjes. Lekker. De dopeertjes zo rauw erbij, een beetje bouillon. En die bouillon laten inkoken totdat die dopeertjes gaar zijn. En dan snijden we er heel ouderwets sla in. Ja. Fijn versneden salade. En dat kunnen we allemaal nog op 20 minuten? Oh, goed hoor, behoren wel. Ja, oké. Okay. Voilà. Zie jij dat zitten voor wat dingetjes, voor wat dopertjes te doppen? Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan, Jan. Maar even. Dat is simpeler dan een kwartel. Zijn, dan een ja, is het waar. Ja. Ah, oei, oei, ze springen ervan. Ja, ze zijn heel enthousiast. Ja. Die weten nog niet wat hun te wachten staat, natuurlijk. Wel is ze zo, meneer is dat. En dat is natuurlijk ook heel het lekkere aan die preparatie. En een dopertje is, een zeer geraffineerde groente. Maar je moet dat niet in verpakkingen in een diepvries en zo gaan halen. Dat is echt zonde. Nee, dat is niet lekker. Maar het is toch gemakkelijk? Al, ja, gemakkelijk is het wel. Ik heb er nog een paar dingen opgenomen. Maar in principe met die dingen die uit een diepvries komen, is toch niet toch veel gebeurd? Zonde. Toch smaakverlies, vind ik. Okay. Niet zo. Of anders is het een illusie, dat kan ook zijn. Dat zou kunnen, maar in principe is daar niks mee gebeurd. Hè? Ofwel, ja, zijn ja nee. Die zijn, nee. Maar ik vind dat die een eerste fraîcheur verliest. Dat is, dat we gewoon koken, wat van die zilveruitjes erin, omdat die dan daarna veel gemakkelijker pellen. Ja, dus dat is maar... Die gaan we even goed opkoken en dan pellen die goed. Ik heb hier gerookt buikspek. Daar ga ik de zwoert afsnijden hier van boven. En dat ga ik in klein... in klein blokjes snijden. Al die kwartels worden dus eigenlijk gekweekt, Jan? Bij ons, alle kwartel die gekoopt is gekweekt. Ik heb vroeger, het... of bestaat dat is... nog wilde kwartel? Ja. Ik heb zelf kwartels gegeten in Spanje, wilde kwartels. Hier in België is de... Ik geloof niet dat de jacht echt verboden is, maar er is een soort beschermende maatregelen met er zo weinig zijn. Ja, dus er lopen nog in het wild bij ons. Er lopen er in België nog in het wild rond. Ja, maar, ik heb nog nooit... maar in Spanje heb ik ze gegeten, wilde, en dus wel degelijk een smaakverschil. Hè. Een wilde kwartel doet een beetje aan een patrijs denken. Maar een kwartel op zich, valt dat onder de categorie wild, of niet? Ja. Zoals als... we hem nu gaan eten ook? Nee. Dit zijn gekweekten, hè. Ja. Dus dat wil ook zeggen dat die in die wetgeving niet meer inzitten, want anders zouden ze niet mogen verkopen. In België is de jachtwetgeving zo dat wild alleen mag verkocht worden vanaf de datum dat de jacht open is tot 10 dagen na de sluit van de jacht. Dan moeten ze stoppen met wild verkopen. Maar dus het wild dat ze hier in België bejagen, hè? Mag ik eens even in de schaal? Dat was in de wijbe van Geleve heel veel, dat bij ons nog heette, heel veel sneeuwen, grauzen verkocht. Wel, dat was overal. De grauzen was feitelijk geen enkele limiet op, omdat er geen grauzen waren in België. Dus ze werden niet bejaagd. Ja. Ik heb duiven, Jan, thuis. Wilde? Nee, witte. Witte. Zouden die kunnen opeten, denk je? En zijn dat er die zo stadsduiven die overal rondvliegen? Nee, dat zijn prachtige witte duiven die ze zo loslaten bij trouwen en zo. Hè? Bij trouwpartijen, hè? Met zo'n mooi staartje, zo'n... En elke keer als ik ze zie vliegen, want dat kwikt heel snel. Ja, dat is feit. Hè? Dat is ongelooflijk. Dus elke keer als ik ze zie vliegen, denk ik, zouden die nu kunnen opeten? Ik denk dat wel. Ik weet wel dat je van die stadsduiven dat je daar moet afblazen. En waarom? Omdat die van alles en nog wat eten dat je niet wilt weten. Maar op zich, het vlees is niet dat er een probleem zou zijn met het vlees. Of... Nee, maar die duiven die in de steden rondvliegen, het schijnt dat die dus zwaar toxisch zijn. Dat die van alles en nog wat opeten. Jan, ik blijf doorgaan met erwten. Ja, tot het prille einde, tot het duistere einde. Ik ga ertussen wat duitjes bakken. Hier, dat is mâcheerd ook. Dat mag je. Nee, dat is een die. Die mag wat minder. Oh, heel studen, hè, zo'n ding. Ja. De welke wilde? Nee, het is klaar. Nee, het is niet waar. De derde moet ik hebben. Zo. Voilà. We gaan toch alle pannen opzetten. We gaan die kwarteltjes ook al bakken. We gaan dat straks nog wel samen doen. Zijn. We gaan die nu al apart bakken. Even kijken hoeveel hebben we ervan. Wow. Maar het is wat jij er straks zegt. Het lekkerste is als dat velletje zo krokant gebakken. Ja, dat is het gewoon om twee kanten bakken. Als ik een gebraden kip eet, ik eet altijd het vel ook volledig op. Ik weet dat niet. Ah, nee, ik ook. Ja. Gelijk bij een fazant zelf. De mensen halen dat er allemaal af.
Ik vind dat niet nodig. Maar het moet wel lekker... Het moet goed crispy zijn. Ja, ja, ja. Ja, dat is ten einde niet moeilijk. In het zuiden van Frankrijk, hè, of in de Zuidwest, maken ze met die vellen van die ganzen en die eenden, die ze voor foie gras gebruiken, het vel alleen, bakken ze nog eens apart door en maken ze een salade mee. Dat is fantastisch. Ja, er vliegt een erwt door de keuken. Ja. Kan gebeuren. Ja. Dat is zoiets... Ja, ik vind dat er... Ik denk dat veel kokken er zo over denken. Hè. Ik vind dat er van eten veel wordt weggesmeten. Dingen die de mensen niet lusten, die ze niet gebruiken. Ik vind dat spijtig. Maar bij mij zul je nooit kunnen betrappen op het feit dat ik het vel van de kip weggooi. Nee. Maar nu zo van die andere dingen, gelijk nieren, zwezeriken, valt dat in de smaak of niet? Wisselvallig. Ik zal het eten, nieren wel, zwezeriken zeker, dat vind ik heel lekker. En kalfshersenen? Minder. Maar ik zeg het, als ik het ooit ergens voorgeschoteld krijg, zal ik het opeten. Het is niet en... dat je gillend gaat lopen? Nee, gillend lopen, nee. Ja. Jan, dat is hier hard aan het gaan. Hè. Dat zie je dan schoon draaien. Kom. Is er een truc om dat vel krokant te krijgen? Gewoon goed krokant bekken. Gaan we die nu op de onderkant aanbekken, even. Dat die ook al krokant is. En dan gaan we die draaien. Hè. Dat heb je niet voor nodig, zo'n kleppeltje. Hè. Als je ze heel laat, dan is het aangewezen om ze in de oven te bakken? Ja, of dan in elk geval onder deksel. Hè. Hoeveel zitten we hier? Onder deksel, hè. Zodanig dat die kunnen doorgaren, hè. Maar nu zijn die nodig. Hè. Goh, als ik ze zie liggen, het water loopt in mijn mond. Oh, 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 oh. Ja, ik vind dat ook heel lekker eten. En die speksjes. Oh. Ja. Dit is zo'n boerengezicht inderdaad, dat je met spek alle gerechten goed krijgt. Hè. Dat is echt, dat is er een beetje... Alhoewel, dat is niet waar. Hè. Spek is een tijd weg geweest, maar tegenwoordig in de keuken... Hè, gebraseerd spek, traag gegaard spek. Oh, van alle kanten van dat buikspek. Ah, amai. Ja. Hoe vettiger, hoe prettiger. Amai. Dat is bijna puur vet soms, hè, Jan. Ja. Ja, maar iedereen dat serieus met vlees bezig is, weet dat eigenlijk de basissmaak van vlees in vet zit. Ja, dat moeten we maar eens uitleggen aan mensen die alleen het filet puur eten. Ja, ja, inderdaad. En spijtig genoeg moeten de mensen die bij ons vlees professioneel verkopen, zich er ook nog plooien. Hè. Als je voor zo'n rek staat in een supermarkt, dan zie je er nog niet te veel vet niet meer in zitten. Hè. Dat gaat hard genoeg, dan mag je een beetje minder. Ik heb hier al erwten voor een heel regiment soldaten. Hè, zoals ja, ze als je wilt, mag je er stilletjes aan... Nee, het gaat door, Jan, tot jij zegt... Het is mooi geweest. Luister, en zolang ik dit doe, doe ik ook niks anders verkeerd. Ja, voilà, dus, hè. Nee, die zilveruitjes, als je die even opkookt, kijk, om dat te zien, dan kun je die feitelijk, moeten die niet meer eenmaal schillen, maar dan kun je die bijna uit hun vel duwen. Zo. Dat is ook iets wat bij ons mensen thuis weinig gebruiken of maken, denk ik. Ja, ik weet het. Ik vind dat spijtig. Dat is een monumentale preparaties. Nee. Wij kennen dat uiteraard uit de zure aardjes. En de ramp is dat sommige mensen denken dat aan de dis en die ergens moet indoen. Dat is een ramp. Ah ja, natuurlijk. Je ziet wat ik wil zeggen. Ja. Maar gewoon bijvoorbeeld een preparatie, een wilde eend met zilveruitjes. Het canard op Tisonjong. En dan doe je die er inderdaad ook bij, gelijk dat ik ze nu van bij doe, niet gaar. En je laat pakt zo'n wilde eend in die smaak mee. En wat is het verschil in smaak met gewoon ajuin? Is het zachter? Sterker. En je proeft ook heel die structuur van dat uitje mee. Het is een mini-uitje. En het geeft meer smaak af. Maar zijn het ook in groei mini-uitjes of zijn het gewoon de grote ajuinen die er heel Nee, het is een ander soort. Ja, okay. Het is een ander soort. Ondertussen begint het hier waanzinnig lekker te ruiken. En, oh, man, ik ga me straks moeten inhouden als dat bord daar voor ons staat.
De mensen zullen snel moeten zijn of ze gaan het niet gezien hebben, Jan. Met de kwart. Of ze, het gaat een bord zijn met alleen eeuwtjes. Dat moesten we hebben, hè. Oh, jongens, toch. Voilà, dat moesten we hebben. Oh. Krokant aan twee kanten. Maar Jan, dat is toch dat jij erdoor kunt zien, want het is, ja... Je hebt dat nu zelf ook gezien, zo moeilijk. Dat benen echt waar. Dat is een pak. En ten tweede is dat zoiets als je vrienden uitnodigt in een open keuken, mocht dat wel indruk mee. Maar dan zal ik eerst nog een beetje moeten oefenen. Ja, geoefend. Ik zou ze al kunnen uiteen doen en dan terug ineen steken. Ja. En dan doen alsof. Ja, schoen. Schoen nog eentje. Ja, ja, ja. We hebben nog een 10 minuten, Jan. Gaat dat lukken? Dat gaat het enige over. Of wordt dit een aflevering in twee delen? Kan ook, dan zeggen we, kom morgen terug. Nog wat nee, dat gaat perfect. Dat is genoeg. Ah, ja, ik zit in een soort trance op de duur, Jan. Voilà. Ik kijk alleen nog naar de kwerpeltjes. Een erupte trance. Zo. Voilà, die mogen erbij. Maar dus, dat is ook... We hebben het over smaken, hè? Waarom zilveraadjes, waarom dit, waarom dat. Dat zijn allemaal dingen die daar nu rauw vers ingaan. Je blijft die smaken allemaal houden. Als je nu bij wijze van spreken, voor het gemakkelijk te maken, dat allemaal apart zou afkoken en dan assembleren, hè, dan heeft dat belangen dezelfde smaak. Dan proef je geen ertjes meer, je proeft geen zilveraadjes. Maar er komt wel iets van vocht bij, toch? Ja, want anders gaan we die eerste nooit niet gaar krijgen. Hè? Er komt redelijk wat van vocht bij. Ik kan die zelfs heel hard laten gaan. Dan hebben we die bijna blussen. Dat is goed. De A van art. Ardente. Arreverante. Ik moet zeggen, ik heb dat zelf nooit meer professioneel meegemaakt in Duxen, maar ik ben er wel helemaal voor gewonnen. Het is even binnen. Ik heb nog op. Steenkoolstoven verkocht. Ja, dat was zo in de jaren 1800. Ja, tegen het einde van de 19e eeuw, dat is zo. Dan is Napoleon gekomen en dat was wel prettig gegaan. Was dat een makkelijke klant, Napoleon trouwens? Oh. Dat was ook de garde, hè? Dat was niet de garde van Geert, maar de garde van Napoleon. Voilà. Ja, nou, garde imperial. Dat stelde niet zoveel voor. Nee. Ik blijf er altijd dood van liggen. Dat mag goed doorgaan, even. Ja. Dat je echt dat blus-effect hebt, hè? Want dan krijg je een heel hoge temperatuur even en zijn je ertjes vertrokken. Hè? Want die moeten nog wat garen, hè? Zo. Maar dit is toch ook weer een gerecht, als we dat straks op het bord gaan zien liggen, dat je niet kunt inbeelden dat dat eigenlijk op een half uur klaar kan zijn. Nee, maar dat is met heel veel van die dingen zo. Hè? We gaan even, maar we hebben al gezegd dat we er feitelijk geen valse schaamte over hebben. Hè? Normaal moeten dat blussen met een beetje kalfs of kippenbouillon. We gaan hier geen kip 3 uur laten stoven ervoor. Minimaal, een beetje kippenbouillon erin, zo. Dat is genoeg. Ik denk dat we iets... Ja, laat even stiltjes slaan. Maar daar reken ik op terug, hè? Ja, de vuurmaster. Ja. Voilà. Die zijn er nog niet. Dat gaat allemaal goed. Oh, kijk eens, jongens. Oh. Ik zou het zeggen, voor die kwartels, hè, als jij dat vuur op 1 wilt zetten, hè, zoek ik een deksel. Ja, ik moet er al eens niet van proeven of zo. Nee, dat is nog iets te verlassen, zo, dat kan ik wel. Zo. En dan krijg je eigenlijk een soort oveneffect. Nu garen die door, maar je ziet zelf, hè, dat krokant hebben we, van twee kanten. Ja, maar dat krokant, kokte dat dan niet terug weg? Nee, dat kookt er niet af. Nee, dat gaat er niet af. Ik weet wat je wilt zeggen, maar dat is niet het geval. Dat mag niet gewoon koken, hè, want dan zetten we het gewoon af. Een beetje zout, een beetje peper. Dat mag goed doorgaan. Ja. Oei. Zo. Maar dit is eigenlijk, neemt evenveel tijd in beslag als gewoon de mensen vroeger een stukje vlees mee gekocht, patatje en groenten. Hè. Maar een kwartel, hè, dat is dan toch iets anders. Je denkt, oh nee, dat gaat nooit niet lukken. En dan nog eens erbij. Koken is heel veel een kwestie van organiseren. Wat eerst, wat tweedes, wat derdes. Want in principe, als de mensen thuis samen met ons zouden koken, zou het
Ik heb natuurlijk een geweldige hulp voor het uitbenen van die kwartels, maar voor de rest... Hè? Ik wou iets zeggen, ik doe dat ook aan huis. Ja. Dus als u thuis kwartels klaarmaakt, ik kom benen, uitbenen. Ja. Ja. Je kunt er praktisch van op aangaan, tegen dat die jus erin gekookt is... Dat ze klaar zijn. Zijn die idiotjes klaar. Wat we dus nu ook al gaan doen, we gaan er wat sla in snijden. Ik vind dat zo leuk dat ik dat terug kan gebruiken, zo'n recept. Want het is niemand dat dat nog doet. Hè. Maar hoe komt dan dat bepaalde recepten ineens verdwijnen? Want kun je zeggen dat dat niet lekker is? Hè? Heeft dat te maken met modus? Met... Ja, ja. Er zijn nog van die dingen. Hè. Ik ben lang en veel Belgische producten gaan promoten in het buitenland. In Amerika begrijpen ze niet dat je witloof ook warm kunt eten. Hè. Ik heb die niet geprobeerd. Dat heb ik niet nodig. Nee, dat ik patatjes niet afgeten. De patatjes wel. Ik dacht dat voor mijn salat was. 5 minuutjes, Jan. Dan gaan we dan. Dat gaat lukken. Ja, die zijn super gaar. Ja. Dan mag je die erdoor kappen, als je wilt, man. Ga ik even doen. Wat los, hè? Oké. Even opdrogen nog, maar dat kan niet zien dat het redelijk droog gaat. Ja, dat gaat lukken. We hebben onze stoemper hier bij de hand. Ja. Laat dat maar vol een bek gaan. Ja. Zo. Doen er een klein beetje melk in, om gemakkelijk te werken. We doen er een beetje boter in. Zalig gevoel. Ja, maar Jan, dat heb jij nog gedaan. Ja, weet je wat? Moet dat mij maken. Ik moet dat zelf doen. Kom, ik zal ondertussen kraden snijden. Moet minstens 1 keer in mijn leven aardappelen gestoomd hebben, vind ik. En moeten daar nog zo wat brokjes in zitten? Ja, natuurlijk. Dat is heel het verhaal. Anders is het geen stomp, hè. Zo. En dan gaan we er klaar. Is hem goed door elkaar? Ik denk dat hem fantastisch. En dan gaan we er nog een eierdooiertje bij doen. Mayonaise. Kijk, en die dingen, die worteltjes, pardon, die boontjes, die leiden hun eigen leven. Hè. Dat gaat gerust door. Hier piept iets, een oven die we eigenlijk niet nodig hebben. Ja. Maar goed. Perfect. Houd een lepeltje. Zo. Dus dat was een eitje met een beetje room op melk? Ik heb melk gepakt. Het is maar de bedoeling, en dat moet niet absoluut room zijn, dat denk ik er al van. Hè. Het is maar de bedoeling dat die eierdooier er niet rauw in gaat. Want die massa aardappelen is daar de warm voor. Dan schift die, dan korrelt die. Voilà. En dat is nog wat platte peterselie? Dat is wat platte peterselie. Ik had ergens de muskaatnoot gezien. Ja. In de schuif. Heb je hem gevonden? Fantastisch. Oh. Nee. Ja, ik kan die niet met mijn tanden raspen. Ja, dan zullen we ons moeten behelpen. Nee, er was een rasp. Ja. Amai. Ah, daar is het. Hallo. Voilà. Ja. Ik pak ondertussen... Pak je al een bord? Zullen wij een vierkant bord nemen vandaag, Jan, goed. Voor de verandering? Dat is allemaal goed. Toch nog eens even. Ik denk nog wel staan. Maar dit is nu echt volledig mijn ding, Jan. Dat doet me plezier. Dus, we gaan hier nog eens even checken. Maar normaal gezien is dat klaar. Ja, perfect. Ja, dat is zo goed als droog. Die zijn eigenlijk echt gelijk dat ze moeten zijn. Oh, bij mij is er nog een speksje bij. Er zit inderdaad nog een beetje beet aan. Ja, dat mag, hè. Normaal gezien 1 kwarteltje de man. Dat is een beetje mager, hè.
We hebben er nu 3 voor 2 man. Dat vind ik een minimum. En je kunt 2 kwartels baas ook. De kei Clamart. Clamart is voor het moment een vieze, gore buitenstad van Parijs. Maar het schijnt dat er vroeger de groentetuinen waren. Ja, zitten we klaar of eten we direct op? Simpele keuken, hè? Ja. Maar, en perfect haalbaar binnen de tijd, hè? Perfect haalbaar, absoluut. Dus we zetten het vuur uit, want dat hebben we niet meer nodig. Nee. En er staan onze kwarteltjes met... heerlijke stomp. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Wilt u het thuis namaken? Ja, het was niet zo moeilijk. Dus de meeste bedreven hobbykoks die zullen het zo wel kunnen. En anders surf naar njam.tv. Tot de volgende garde. Tot ziens. Allee, ja, nog even. We moeten dat altijd nog minstens 10 seconden laten staan. Maar dat zal... Maar ik kan al aan die kwarteltjes beginnen die in die pot zitten. Er liggen er daar al in.